Maar goed, we gaan dus nu verder met paragraaf 1.7. En die gaat over eigenlijk het begrip segregatie. Ofwel het verschil tussen arm en rijk. En waarom je ter wereld komt, overal heb je die verschillen tussen arm en rijk. Ook in Nederland zijn er verschillen tussen de rijkste zoveel procent van de bevolking en het armste gedeelte van de bevolking. En eigenlijk is dat een kenmerk van het kapitalisme. He, overal ter wereld waar een kapitalistisch systeem is, kom je arme en rijke mensen tegen. Sommige landen wat meer, sommige landen wat minder. En ik wil met jullie kijken naar het verband tussen welvaart en beroepsbevolking. Dat hoort weer een klein beetje bij dat demografische transitiemodel met die bevolkingspyramides waar we het eerder over hebben gehad. Is er een verband tussen die twee? We kijken naar de oorzaken voor demografische verschillen. Dat heeft ook weer te maken met de ontwikkeling van een land. En dan gaan we even kijken, inzoomen op een specifiek gebied. Zuiden van de Verenigde Staten en Mexico. Nou, die twee, die komen eigenlijk al een beetje terug in het examenonderwerp Zuid-Amerika. Want Midden-Zuid-Amerika is een van de examengebieden. Ja. Maar in dit geval gaat het dan over Mexico en de Verenigde Staten. Maar eerst maar eens even kijken naar de verbanden tussen beroepsbevolking en de welvaart. Nou, als je naar deze getallen kijkt, dan zie je al een heel groot verschil. Links staat Verenigde Staten, rechts staat Mexico. Die foto is letterlijk de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. En wat valt je nou in eerste instantie op als je naar die foto kijkt? Ja, de Mexicaanse kant is inderdaad heel dicht bevolkt. Wat zie je als je aan de linkerkant kijkt? Wat staat daar vlak langs die weg? Ja, bergen. Maar als je iets mee kijkt, wat zou dit zijn? Dat is Trumpse muur. Ja. Om het makkelijker te maken mensen te zien. Als de rechte muur is, kunnen mensen heel makkelijk heen en weer rennen. En als ze in zo'n punt zitten, zijn ze zeg maar opgesloten. Waardoor je ze makkelijker kunt oppakken. Je ziet dus al het verschil in de bevolking. Heel veel Mexicanen die zijn dus naar die grens toegekomen in de hoop op beter leven. Want de koopkracht in de Verenigde Staten gemiddeld €33.000 op jaarbasis. Mexico €9.500 op jaarbasis. Veel meer werk in de dienstensector. 79% in de Verenigde Staten tegen 58% in Mexico. De werkeloosheid is er relatief lager dan in Mexico. Heel veel mensen in Mexico werken in de informele sector. Wie weet nog wat de informele sector was? Ja, precies, illegaal werk. De zwarte, dat klinkt een beetje gek, maar ik bedoelde niet de zwarte bevolking, maar juist op de zwarte markt. Ik benaderde het verkeerd. Die informele sector in de Verenigde Staten bestaat praktisch niet. Dus het gaat om de sector waarin geen belasting wordt afgedragen. Logisch dat er heel veel mensen zijn die vanuit Mexico naar de Verenigde Staten zouden willen verhuizen. Ja. Maar dan pakt Mexico sowieso meer. Waarom? Wat? Toch al het zwart werk doen. Ja, maar dan, bedoel, als zij daar €2 per uur verdienen en in Amerika €10 per uur, dan gaan ze naar Amerika toe om daar te werken. Ja, maar in Amerika is het probleem als ze illegaal de grens overkomen, dat ze sowieso niet aan het werk kunnen. Ja, dus kunnen we in Mexico blijven zwart werk. Ja, dat zou kunnen. Maar ja, als je geen werk hebt, heb je geen inkomen, heb je geen eten, heb je niks. Dus heel veel mensen doen het alsnog. Maar wat is dan het verband tussen beroepsbevolking en de welvaart? Hoe meer mensen je hebt die in de dienstensector werken, hoe welvarender een land over het algemeen is. Dus stel als je een cirkeldiagram maakt, waarbij je een hele grote landbouwsector hebt, een iets minder grote industriële sector en een hele kleine dienstensector, dan is het gevolg dat het grootste gedeelte van het landelijke bruto nationaal product afkomstig is uit die landbouwsector. Dan kun je ervan uitgaan dat de welvaart in dit land relatief laag is. Hoe meer mensen er in die dienstensector zitten, hoe hoger de welvaart. Dus stel, we tekenen nog even zo'n cirkeldiagram. En we hebben hier een hele grote dienstensector.
een kleine landbouwsector en ook nog een redelijk grote industriële sector, dan zou je kunnen zeggen, oké, de welvaart in dit land is hoger dan in het land op die andere cirkeldiagram. Zo'n soort vraag zou je op de toets kunnen krijgen. Dat je een bron krijgt met meerdere cirkeldiagrammen, waarvan je moet aflezen van, goh, welk land wat hier is afgebeeld heeft nou de hoogste welvaart. En dat heeft dus alles te maken met hoeveel mensen van de beroepsbevolking in een van die sectoren werken. Nou is dit bijvoorbeeld een voorbeeld van de Verenigde Staten. Dat ziet er wel ongeveer zo uit. Die hebben nog een best wel grote industriële sector en een kleine landbouwsector. Als je Nederland zou tekenen, dan ziet het er denk ik zo uit. Dus dit is je dienstensector, die is het grootste. Dan heb je nog wat industrie, maar die is niet zo heel groot. Ja, je hebt de haven van Rotterdam, die is belangrijk. En dit is de landbouw. Die landbouw die doet in Nederland bijna niets meer. Je hebt bijna geen onderdeel meer van je economie. Dus de hele economie van Nederland draait op die dienstensector. Zou je zo'n bevolkingsdiagram, zo'n diagram tekenen op basis van Mexico? Nou ja, dan weet je dus 58% is de dienstensector, dus dat is net iets meer dan de helft. Zoiets, oh die is een beetje scheef, maar maakt niet uit. En 18% is landbouw, dus dat is, nou dat zal zijn, zoiets. Dan zie je dus al dat ook in Mexico de landbouw al ondergeschikt begint te raken aan industrie. Als je zeg maar zo gaat kijken, dan lijkt het ook alsof Mexico dan een welvarend land is. Precies, en dat is een goede opmerking. Nou ja, in vergelijking met andere landen die nog meer in de landbouwsector zitten, is het zeker een welvarend land. En Mexico is op zich ook een vrij welvarend land. Waren het niet dat er een hoge werkloosheid is? En dat is meteen wat ik daar aan wil vullen. Die bevolkingsdiagrammen zeggen niet alles. Hè, beroepsbevolking zijn ook de werkelozen. Dus als je veel mensen hebt die opgeleid zijn tot ingenieur en die dus in de industriële of de dienstensector zouden kunnen werken, maar ze zijn werkloos, dan zou dat kunnen betekenen dat de welvaart achterblijft, omdat die mensen geen werk hebben. En daar moet je altijd op letten, van, hè, wat is het werkloosheidscijfer? Als die heel laag zou zijn, dan zou je, het werkloosheidscijfer in Mexico laag zou zijn, dan zou je kunnen zeggen van oké, we hebben hier te maken met een vrij welvarend land. Maar omdat je 18% werkloos hebt van de beroepsbevolking, dat is natuurlijk best wel heel erg hoog. Nou, dat is een beetje een verband tussen beroepsbevolking en welvaart. Hoe armer het land dus, hoe meer mensen er in de landbouw werken. Nog eventjes ter herinnering. Wat voor oorzaken zijn er nou voor demografische verschillen? Als je gaat kijken naar de opbouw van een samenleving, dus hoeveel mensen er in een bepaald land wonen, dan, en dan gaan we nu dadelijk op jouw Verenigde Staten en Mexico hebben, dan zie je bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid. Je zou niet zeggen dat bevolkingsdichtheid iets met demografie van doen heeft, maar is ook in Nederland het geval. Als je gaat kijken naar de bevolkingsdichtheid in Nederland bijvoorbeeld, zie je dat er in Limburg relatief veel ouderen wonen en relatief weinig jonge mensen. Nou, hoe komt dat? Dat komt omdat de jongere mensen al zijn verhuisd naar bijvoorbeeld studentensteden, die zijn bijvoorbeeld naar Maastricht verhuisd of naar Eindhoven of waar ze ook willen studeren. En de oudere mensen die blijven achter. In Mexico is het precies andersom. Je ziet dat er heel veel jonge mensen in de werkende leeftijdscategorie richting die grens trekken in de hoop dat ze werk vinden in Amerika. Dus dat ze al dan niet illegaal de grens oversteken, maar liefst nog legaal. Economische ontwikkeling trekt altijd mensen aan om daar te kunnen werken. Gevolg is migratie en daardoor neemt je bevolkingsdichtheid toe. Als je nou kijkt naar deze kaart, dan valt met name op dat Californië heel erg dicht bevolkt is. En als je zou gaan kijken naar de samenstelling van de bevolking in Californië, dan zie je dat de Hispanics, dat zijn dus de mensen afkomstig uit Latijns-Amerika, bijna al in de meerderheid zijn. Dus er wonen al bijna geen blanke Amerikanen meer, maar er wonen meer mensen vanuit het Mexicaanse gedeelte dan in
dan mensen uit Amerika zelf. En nou ja, dat heeft dus alles te maken met het feit dat je dus migratie krijgt, en dan in dit geval arbeidsmigratie. En dat zegt dus ook iets over de bevolkingssamenstelling. Als je naar de bevolkingssamenstelling zou gaan kijken van, nou, laten we zeggen, Tijuana of San Diego. Hoe zou dan de bevolkingsopbouw daaruit zien? Zijn daar veel jonge mensen, veel oude mensen, veel kinderen, veel bejaarden? Wie? Iemand een idee? Veel jonge mensen, waarom? Om te werken, precies. Hoe noordelijker je zou komen, hoe verder je dus af zit van die grens met Mexico, hoe vergrijster, dat klinkt een beetje gek voor Amerika, maar het is wel zo, hoe vergrijster de samenleving. Dus hoe meer ouderen. En dat heeft er alles mee te maken. Dat is eigenlijk, ze noemen Californië ook wel een gateway staat. Ik zal het opschrijven. Een gateway staat is een staat waar de mensen als eerste binnenkomen. En vanuit daar gaan ze bijvoorbeeld wel weer naar andere staten. Dat zie je ook, hè? In Texas en in Arizona heb je natuurlijk ook een redelijk hoge bevolking. En dat komt natuurlijk ook vanwege het feit dat daar migranten naartoe gaan. Als ze eenmaal legaal binnen zijn, kunnen ze ook in andere staten werken. Dus ze komen in zo'n gateway staat terecht. En van daaruit verspreiden ze zich over de rest van Amerika. Nog even inzoomend, waarom zouden ze dit dubbelsteden noemen? Nogales, El Paso en Ciudad Juárez. Waarom zijn dat dubbelstaten? Of dubbelsteden moet ik zeggen. Je kunt er van de ene kant naar de andere kant. Ja, precies. Wat zou daar zijn gebeurd? Nee. We hebben het nog steeds over migranten, hè? Die mensen die zijn aan de andere kant van de grens letterlijk gaan wonen. Waardoor ze relatief gezien, en dan heb je het dus ook over legale migranten, dichtbij hun familie zijn blijven wonen. Want wat er gebeurt is, heel veel van het geld dat verdiend wordt in Amerika gaat direct terug naar Mexico. Die arbeiders die besteden dus hun geld niet in Amerika, maar in Mexico. En daardoor verdwijnt er natuurlijk geld vanuit de Verenigde Staten. En je kunt je voorstellen dat Donald Trump dit niet leuk vindt. Want die wil eigenlijk dat er de mensen die werken in zijn land ook daadwerkelijk investeren in de economie. In de staten waar er gewerkt wordt. Nou, en dat is dus een probleem. In die dubbelsteden, daar wonen zoveel mensen vanuit Mexico, dat een groot gedeelte van het geld weer teruggaat naar Mexico zelf. En dat is natuurlijk niet zo wenselijk. Ja, dus ook, ja, de Zuidelijke Staten. Niet heel Amerika, want Amerika is natuurlijk heel groot. Nou ja, nog even die foto. Je kunt het dus heel erg mooi zien. Massale. Het is geen Photoshop. Als je hem voor het eerst zou denken van, nee, hebben ze hier twee plaatjes in elkaar geplakt. Enorme bevolkingsdichtheid tegen die grens aan, hè? Mexico en de Verenigde Staten. Je ziet hier over ons ook een politiebureau staan dat dus toezicht houdt op die muur. En ja, persoonlijk toen ik dit plaatje voor het eerst zag, dacht ik een beetje aan die zone tussen Noord- en Zuid-Korea, waar dus geen mensen mogen wonen. Je had dat ook in Berlijn. De Berlijnse muur was niet één muur, maar er waren er twee. Daartussenin was een zone waar niemand mocht komen. Als je er wel kwam, dan werd je gewoon afgeschoten. Dat is hier misschien niet zo, want dit is de fysieke grens. Maar het is wel echt een zone waar je ziet dat echt niemand woont. Pas hier zie je wat woningen in beeld komen. Dus ook hier, dat doen ze expres om er maar voor te zorgen dat dus die Mexicanen niet illegaal die grens overgaan. Dus hebben jullie dus een programma gezien waarbij Border Patrol, Checkpoint Charlie was in Duitsland, Berlijn. Maar Border Patrol dus Mexicanen oppakt die de grens over proberen te komen, al dan niet half levend. Nou, culturele diversiteit, ik noemde net al de Hispanics.
de Hispanics hebben natuurlijk enorm veel invloed op de culturele identiteit van die zuidelijke Noord-Amerikaanse staten. Je ziet het hier op dit plaatje bijvoorbeeld. Wat valt je op als je naar deze foto kijkt? Tacos. Ja, wat is dat, tacos? Engels met Spaans. Mexicaans. Engels met Spaans, precies. Breakfast is natuurlijk super Amerikaans. Maar vervolgens is het eten is Mexicaans. Ze verkopen migas, waivers. Ja, ik weet ook wat het zijn, maar wat erachter staat is ranch. Ja, denk ik. Geen idee. Maar goed, in ieder geval worden er dus cultuurkenmerken van die Latino's of Hispanics overgezet. Wat zeg je? Tacos ook een wijze van breakfast. Ja, wie weet dus dat, ik weet het niet. Als je goed gekruid hebt, ben je wel meteen makkelijk. Ook nog even kijken naar het cultuurgebied. Het Latijns-Amerikaanse cultuurgebied loopt dus over in het Westerse cultuurgebied. De talenverschillen. Katholicisme is natuurlijk in Zuid-Amerika heel erg belangrijk. In Noord-Amerika heb je natuurlijk ook de protestanten nog zitten. Dus er ontstaan mengvormen. Is dat niet wat je hoofd? Nou, hier hebben we nog een keer waar ik het eigenlijk net al over had, hè, met die diagrammen. En ik wilde met jullie even oefenen. Kijk even mee naar deze twee bevolkingsdiagrammen. Welke zou de Verenigde Staten zijn en welke zou Mexico zijn? Ja? De linker is Verenigde Staten. Waarom zou de linker Verenigde Staten zijn? Omdat er heel veel jongeren zijn. De rechter is Amerika. Oké. De rechter is Amerika. Precies. De rechter is Amerika, omdat je ziet dat er, hè, dat is hetzelfde als in Europa, de hoeveelheid ouderen groter is dan het aantal jongeren. Dat heeft alles mee te maken dat gezinnen kleiner worden. En het is gewoon minder kinderen geboren worden. Dus, dit is Mexico. Onthoud, als je zo'n diagram ziet, die is een beetje piramidevormig is, dan kun je er altijd van uitgaan dat het een land is dat nog geen centrumland is. Centrumlanden hebben altijd zo'n beetje zo'n, ja, wat is het voor vorm? Ze noemen het voor mij uivormig, maar ik vind het ook niet echt op lijken. Een urn. Ja? Noem het urn. In welke van. Weet iemand nog? Ik heb het net al een klein beetje voorgezegd. In welke fase van het demografisch transitiemodel zit dan de Verenigde Staten? Kijk dan ook even mee naar het diagram die er bij de Verenigde Staten hoort. Welke fase van het demografisch transitiemodel zit de Verenigde Staten? Ja. Nee, niet fase 2. Ja. Fase 4, precies. Het is een ontwikkeld land, maar er is nog geen demografische krimp, dus er is nog geen bevolkingsafname. Er is een heel groot aandeel in de tertiaire sector. Tertiaire sector is hetzelfde als de dienstensector. Je mag het van mij ook onthouden, dat vind ik eigenlijk misschien nog wel beter, als landbouwsector, industriële sector en dienstensector. Dat is hetzelfde als primair, secundair, tertiair. Als je dat vergelijkt met Mexico, dan ben ik heel benieuwd of ik hem een beetje. Ja, hij was niet heel erg slecht. Dat lijkt er behoorlijk op, moet ik zeggen. Naar Mexico kijkt. Welke fase van demografische transitie zou dan Mexico zitten? Mexico neemt het niet zo snel. 3, fase 3. Het is de industriële fase. De dienstensector is opkomend. Ze worden wel belangrijk. Zo kun je dus ook landen op demografisch gebied met elkaar vergelijken. En dat kan soms handig zijn. Nou, daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitleg. De plaatjes ten aanzien van die bevolkingspyramides, maar ook deze diagrammen staan gewoon in je boek. Ik weet dat er een paar vragen over gaan, dus ik hoop dat dat lukt. Voor vandaag zijn op het programma opgave 1 tot en met 3, dus dat zijn er niet zoveel. Maar er zijn nog zat mensen die nog voorgaande paragrafen of de
hoofdvragen moeten maken. Dus dan zou ik zeggen, ga daarmee aan de slag. De hoofdvragen van de laatste periode.